Wedstrijd nummer 9 van het huidige seizoen in de eerste klasse C. En echt een leuke wedstrijd tussen Smitshoek en SHO gespeeld op Sportpark De Kikkershoek in Oud-Beierland. SHO voortvarend begon aan het seizoen. Won 3 wedstrijden op rij, met name de 9-0 overwinning op Rijsoord was opmerkelijk. Daarna had de ploeg toch wat meer moeite, maar het staat zeker in de subtop. Heeft dus mogelijkheden als het vandaag wint van Smitshoek, de koploper, een van de koplopers moet ik zeggen. Dan kan het ook mee gaan doen in de top van de competitie. Smitshoek, ja, heeft natuurlijk maar één devies en dat is weer winnen. Wil je bovenin blijven staan, dan moet er gewoon gewonnen worden. En dat is niet makkelijk tegen SHO, dat een goede ploeg heeft. Vorig jaar werd het hier 3-3, dat was nog in de hoofdklasse. Nou, dat hoofdstuk hebben we inmiddels afgesloten. En aan Smitshoek de gelegenheid om daar toch revanche voor te nemen. Kwam op achterstand, kwam daar op voorsprong, weer op achterstand. En moest uiteindelijk genoegen nemen met een 3-3. En deze wedstrijd zou ook weer een vol spektakel zijn. Waar de concurrent van Smitshoek, Briele, op bezoek ging bij Zuidland. En Zuidland, dat is ook geen makkelijke wedstrijd uit. Daar kan Smitshoek alles over navertellen. Daar werd met 1-1 gelijk gespeeld. Wilson Lima, hij was er vorig jaar ook al bij, ingooien. John de Ronde wint het duel. Leona, tussen veel spelers van SHO, komt daar goed uit. Erwin Braafboer kiest de vaardig weg naar Mike van der Wijngaard. Ristich, spits van SHO, gaat eens druk zetten. En Laurens Wissen inmiddels in balbezit. Daniel de Kroes weer vanaf de linkerkant. Dus weinig wijzigingen in de basisopstelling. Alleen Joren van der Linden op de rechtsback. Malai Hollow aan de kant gehouden door Raymond Vreeën. Smitshoek nog steeds in een langlopende aanval. Fonseca, Tom Achterberg, kan die van kant wisselen? Dat kan die niet. Omsingeld door twee spelers van SHO. Scheidsrechter Hoogdanum geeft voordeel. Bravenboer krijgt dan de bal wel aan die rechterkant bij de ronde. Die kan hem meegeven aan Van der Linden. Prima aanval van Smitshoek. En dan is het... Nee, geen Laurens Visser. Dennis Groos-Johan. Resteert nog een hoekschop. Genomen door Leona. Dat zijn altijd mooie, strakke ballen. En het is er ook weer zo eentje naar Thijs Ooms. En die verlengt de bal waar hij hem had gehoopt op doel te koppen. Eerste grote kans van de wedstrijd dus. SHO opende de wedstrijd te sterk hier met Jeroen Sepp. Een van de gevaarlijke mensen de openingsfase. Krijgt hier in de hoekschop na goed ingrijpen van Joren van der Linden. Komt de bal voor de goal. Ristich. En dan is het zomaar SHO dat op 1-0 voorkomt. Weinig gezien nog. Vroeg in de wedstrijd dus al een achterstand voor Smitshoek. En dan is het de spits Ristich die hem binnenwerkt. Van der Wijngaard met de lange bal. SHO zette druk naar voren en maakte het Smitshoek moeilijk. Maar Laurens Visser hier in balbezit. Kijk eens wat de mogelijkheden zijn. Die liggen aan de andere kant. Daar is de ruimte, maar die bal is niet goed. Wilson Lima kan daar Jeroen Seppe wegsteken. En die is snel. Van der Linden moet alle zeilen bijzetten om erbij te blijven. Kan er de 16 meter in gaan. Jeroen Sepp dus tegenover Van der Linden. Die kapt hij uit. En dan is de bal, ja, heel pijnlijk via Romain van Brugge. Ligt de tweede Oud-Beierlandse treffer er al in. Vrij vroeg in de wedstrijd. En zo krijgt Smitshoek dus na een niet scherp beginnen. Al tegen een 2-0 achterstand. Aan de Mike van der Wijngaard vertelt het de verdedigers nogmaals. Nee, dit is niet best. En zo herkennen we de ploeg ook niet. Die toch wel met trots natuurlijk de ranglijst aanvoert. Samen dus met Briele. Van der Linden, goede voorzet, zegt naar John de Ronde. En die moet eigenlijk raak zijn. Maar de Ronde kopt hem over. Da Kroes. Van Brugge. Moet handelen, want Rali is in aantocht. Leona, goed naar binnen gekomen. Maakt ruimte voor Van der Linden. Dat is goed. Van der Linden, fantastisch. Twee mensen het bos in. Laurens Visser, ook mooi. En ook weer een goede aanval, maar ook een goede redding van Donovan Leafstone, doelman van SHO. Opnieuw een hoekschop. Opnieuw Thijs Oomsen, nee, Laurens Visser, bal wordt weggewerkt. Da Kroes, goed naar de grond gewerkt, goede aanname. Laurens Visser, ja! En dan komt Smitshoek vlak voor de T, toch nog op een aansluitingstreffer. 2-1. En dat kan een hele belangrijke goal zijn. Daniel Da Kroes hier goed, met die perfecte aanname. Stuurt dan Bob Bison toch een klein beetje het bos in. En heeft dan een panklare voorzet op Laurens Visser die weer goed naar de eerste paal komt. En liefst dan kansloos laat. Dat was dus de ruststand. 2-1. En Smitshoek was de ploeg die de tweede helft zou bepalen.
Hier Tom Achterberg legt hem klaar voor Laurens Visser. Die kan niet tot een uithaal komen. En Daniel de Kroes met links. Maar dan is Donovan Leafstone goed uit zijn goal gekomen en kan deze aanval onschadelijk maken. Grosjohan, Fonseca zet daar druk. De Kroes met een gelukje kan die overnemen. Houdt de controle. Laurens Visser die wordt dan in de rug gelopen door Kees Nobel, aanvoerder van SHO. En zo mag Smitshoek dus weer een vrije trap gaan nemen. Braafboer. Ja, met de snelle variant. Fonseca, zijn er mensen voor de goal? Ja, die zijn er wel, maar het is weer Kees Nobel die de bal weghaalt. Thijs Oomsen. Krijgt te maken met Sepp. Leona, goed gekaatst. En dan weer Oomsen met een diepe bal naar John de Ronde. Ditmaal de vlag niet in de lucht. Dus hij kan door. Met Igmar van Brugge tegenover hem. De Ronde houdt balbezit van de Linde. Laurens Visser. Leona, nu moet de voorzet goed zijn. Die is goed, Tom Achterberg, maar die bal is in het zijnet. Maar wel weer een goede aanval van Smitshoek over meerdere schijven. En weer een voorzet vanaf de zijkant. Leona, hoekschop. Die bal lijkt te laag. En Rali kan opruimen. Klaverweide. Tegen Fonseca. Fonseca blokte de paas af en dan Braafboer met een goede steekpaas. En Leona, die kan nu de 16 meter in gaan snijden. Zijn er dan mensen voor de goal? Die zijn er. Laurens Visser, die wordt toch gehinderd? Maar dan is het Tom Achterberg. Vorige week treft zeker tegen Pelikaan. En nu weer op het scorebord. Smitshoek van een 2-0 achterstand terug naar 2-2. Goede veerkracht dus. Van de mannen van Raymond Vreeën. En hier zien we nog eens. Goede steekpaas van Braveboer. Leona snelt dan op tempo de 16 in. En dan is het hier ja, Visser die onreglementair niet tot een schot kan komen. Maar Tom Achterberg zorgt ervoor dat scheidsrechter Hoogdalem niet hoeft in te grijpen. En Smitshoek dus op een 2-2. En toen werd de wedstrijd leuk. Want SHO wilde wel. Maar Smitshoek wilde ook. Want er moet gewoon gewonnen worden. En Jean Verburg kwam in de ploeg. En we zien het hier. Wat een fantastische opening. En dat was ook kenmerkend voor zijn invalbeurt. Viel fantastisch in. Zorgde voor superveel dreiging. En daar had de thuisploeg het moeilijk mee. Van der Linden. Nee, komt er niet langs. Leona, voorzet. Laurens Visser kan niet tot een schot komen. Maar dan heeft de bal de hand getoucheerd. En dan maakt het schot niet eens meer uit. Van Brugge. Met de lange bal. Het is pompen en verzuipen geblazen in die laatste fase van de wedstrijd. Nobel trapt de bal hoog de lucht in. En dan kan SHO er misschien weer uitkomen met een uitbraak. Ja, dat kan zomaar. Klaverweide weggestuurd. En dan is het 3-2. Klaverweide. Thijs Oomsen voorbij. Van Brugge voorbij. En Mike van der Weijgaard, die staat er dan. Fantastische redding. Had niet overdreven veel te doen, maar hier staat hij er. En ook hij natuurlijk een belangrijk aandeel in deze wedstrijd. Houdt Smitshoek hier op de benen en is de bal van Fonseca naar Leona niet goed genoeg. We zitten inmiddels in de blessuretijd. Van Brugge. Leona. Braveboer. Opening aan de andere kant. Inderdaad, ja, daar ligt de ruimte. Jean Verburg tegen Grosjohan. Nou, gooi er maar eens wat uit. Kapt hem daar goed uit. Kan er 16 meter in. Zijn de aspermogelijkheden eronder? Oeh, dan is de bal net te hard voor Laurens Visser en dan kan SHO weer uitverdedigen. Ristich verliest daar van Brugge en die denkt, nou ik ga het eens proberen. Maar dat schot gaat ver naast. Fredson Lucas. Naar Klaverweide. Tegenover Fonseca weer. Kappen en draaien, typerend voor zijn speelstijl. Jean Verburg doet daar goed mee en dan kan Smitshoek er nog een laatste maal uitkomen. Verburg met 4 man om hem heen. Laurens Visser. Leona. En let dan op, wat gebeurt er? Boom! Ja, raak! 2-3. 2-3. Ja, wie anders? Het is ongelooflijk. Die nummer 7 van Smitshoek. Guillaume Leona. Wat een held. En wat is die man in vorm? Het is ongekend. We zien het hier nog eens. Wat een fijne pegel. Doelman Leafstone volledig kansloos. En dan gaat Smitshoek er gewoon nog met de 3 punten vandoor. Wat een spektakel in Oud-Beierland. Vorig jaar was het al een spektakel met 6 goals, nu 5 goals en 3 punten. Wat een waanzinnige goal en wat een tweede helft van Smitshoek. En dan maakt het allemaal niet meer uit. Grosjohan, Romy nog in de ploeg gekomen. Voor Van der Linden. Thijs Oomsen met de vroet.
probeert het haar ooms nog lastig te maken, maar Smitshoek kan dit niet meer uit handen gaan geven. Dat kan niet meer. Want daar is het eindsignaal van scheidsrechter Hoogdalen. Smitshoek wint, Brielen verliest. 2 goals in de blessuretijd. Smitshoek wint dus en is de nieuwe koploper in de eerste klasse C.